Mensen, in dit filmpje laat ik je zien hoe je een Festo Keck PLC koppelt aan het programma Codesys. Als het programma opgestart is, dan klik je op nieuw project. En dat is een Keck project. Geef je project even een naam. Ik noem hem even mijn programma. Klik je op OK. Controleer even of die op ladderdiagram staat. Oké. Dan klik ik op online even op Scan Vestal Devices. En dan zie ik dat ik er nu één PLC in het netwerk actief is. Dat is 192.168.0.34. Klik OK. Dit getal moet ik even onthouden. Als ik online ga en ik klik op login, dan zegt hij dus now active path defined. Do you want to set it? Ja, dat wil je. Nou, zie ik dat ik verbonden ben met het netwerk, maar niet verbonden ben met de PLC. Deze stip is niet groen. Dan klik ik op device en dan zeg ik manage favorite devices en dan voeg ik er eentje toe. En hier heb je dat IP-nummer nodig, 192.168.0.34. Klik op OK. En dan geeft nog steeds een foutmelding. En als ik weer op login druk. Yes, dan zijn alle tweede stippen groen, zie je dat. En ik ben niet verbonden met mijn PLC. Nu weet ik nog niet welke modules aan de PLC gekoppeld zijn. Dus die ga ik nu instellen. Klik ik op CPX System. En dan kan ik hier op het vergrootglasje klikken met Actual Configuration. Nu even offline gaan. Nu kan ik de PLC scannen. En dan laat hij de PLC zien. Hij zegt er zijn 8 digitale in- en uitgangen. Er is nog een module met 8 digitale in- en uitgangen. Er is een module met analoge ingangen. En er is een module met analoge uitgangen. Nou, die laatste twee kun je eventjes vergeten. Ik klik op Apply. Ik ga hem even laden. En dan zie ik die modules keurig verschijnen. Oké, voor zover gaat het goed. Als ik op deze klik, en dat is het eerste module met de 8 digitale in- en uitgangen, klik op de I/O mapping. En dan ga ik nu als eerste de variabelen invoeren. Ik ga zo een ladderdiagram maken met één schakelaar. En die noem ik even switch. En ik heb één uitgang. En die noem ik lamp. Enter. Dan kan ik naar mijn PLC-programma toe gaan. Dubbelklik ik erop. En dan kan ik hier mijn ladderdiagram maken. En dan pak ik hier de elementen. Ik wil beginnen met een contact. Yes. En ik heb één uitgang, coil. En die zet ik daar nu. Nou, vraagt hem de variabelen. Dus welk contact is dit? Als ik hierop klik, dan kan ik hier een overzicht van variabelen. En dit was switch. Enter. En als ik op deze klik, dan kan ik zoek ik de variabele lamp. Dat was mijn uitgang. Oké. Okay. Enter. En dan heb ik nu mijn eerste programma gemaakt. En nu kan ik de PLC online zetten, inloggen. Ik wil hem downloaden, yes. Oké, en nu doet hij nog niks. Ik moet eerst de PLC starten. Druk ik hierdoor op start drukken. En als ik dan de PLC schakelaar 0 omzet, dan zie ik dat hij ingeschakeld wordt en tegelijkertijd wordt de uitganglamp wordt aangeschakeld. Dus op deze manier koppel je dus je PLC aan Codesys.